Hey Rolf, dat is lang geleden. Nou, dit is alweer aflevering 4. Als ik me niet vergis, is het nu 2-1 voor mij. Niet lang meer. Ik sta lekker voor. Oh jawel, ik ga er gewoon nog een derde punt bij halen. Ik weet echt helemaal niet wat we gaan doen. Ik denk dat we het zo te horen krijgen. Maar ik weet wel, that I'm gonna be. Oh. Dankjewel. Als student heb je het niet altijd makkelijk. Behalve dat je vaak vroeg op moet, zit je soms ook met een flinke kater in de collegebanken. Maar wat misschien wel het allerfrustrerende is, is toch wel die enorme codes met alle verschillende UvA-locaties. Jullie gaan dan ook een speurtocht doen en moeten bij verschillende lokalen op de verschillende locaties van de universiteit bepaalde enveloppen vinden. Wie het eerst de route heeft afgelegd, die wint de vierde aflevering van Rolf versus Nina. Fijne wedstrijd. Ja, jij ook. Let's go. Mm-hmm. Ik ga heel snel. Ja, doe dat. Ja, dit is echt mega chill, want ik heb nu deze code, RECB 6.15. En dat is nou net de enige code waarschijnlijk die ik wel echt weet. Een van de dingen waar ik zeker weet dat ik niet mee kan verslaan, is vals spelen. Nou, de eerste locatie is makkelijk. Het is namelijk een oude mannensport. Sterker nog, het is letterlijk in het lokaal waar ik mijn scriptiewerkgroepen nu heb. Dus ik ben er al een aantal keren geweest. Dus we zouden deze heel makkelijk moeten kunnen vinden. Oké, nou dit is gebouw B. Dat weet ik zeker. Moeten we alleen nog naar de zesde. Hier staan alleen allemaal C'tjes. Maar volgens mij kan je dus via het C-gebouw wel weer naar het B-gebouw. Nee, dat kan niet. Zie je, ik haat dit. We gaan die kant op. Nee, dit loopt af. Dat is K. 1011 is hier. Sterti zou letterlijk daar moeten zijn. Oké, dat is dan hier. B4 tot en met B10. Oké, ik ga eens even opzoeken welke verdieping dat is. Wat daar zit. Niks, er staat niks. Je staat er niet tussen. Ik moet kloppen. We zijn dus nu aangekomen bij het lokaal van de scriptie. En hier zijn ze. Allebei. En wat mooi. Even kijken. Zien we welke iemand voor voorkeur? Deze? Deze. Links. We gaan naar rek B6-15. Nou, dan komt nu het vals spelen. We hebben namelijk allebei de kaartjes, dus we gaan er eentje vervangen, zodat Nina hopelijk naar Science Park toe gaat, terwijl ze bij rek hoort te zijn. Zo, want je weet wat niet deurt. Oké. Nou, op naar onze locatie. Oké. Dit is het, B6.15. Oh, ik vind het echt heel kut, ik kan hem gewoon niet vinden. Yes, ik zie hem. De volgende is OMMHPCE.17. Dat is Oudemanhuis Poort. Okay. Ik kom er even aan. Daar, we zijn er. Yes. Hangt er? Oh yes, er zijn twee. Yes! Ik ben er weer in. Oké, top. Oké. Super flauw, maar er staat, shit, je bent het nummer van je klaslokaal vergeten, sms 06-1360-6238 voor tip van je klasgenoot. Oké, nou, we hebben dus net de eerste envelop gepakt en eentje vervangen. Dus als het goed is, zouden we nu alle tijd van de wereld moeten hebben. Maar we gaan nu fietsen naar Routes Eiland toe, want daar ligt onze volgende envelop. Oké, dankjewel. Dit is dan waar. Oh wacht, dit is C. Hoe zijn we nou opeens bij C gekomen? Nee. Kap hem. Hier is hij hoor. Oké, de volgende locatie. Terug naar Ademannaspoort. Oké, ik kreeg zojuist een sms'je binnen. Ga naar GS.14. Nou, ik heb echt werkelijk geen idee waar dat zou kunnen zijn. Ik heb ook altijd nog het gevoel dat er iets ontbreekt. Want ik vind de letter G best wel een vage aanduiding voor een UvA-locatie. Misschien Science of zo, of PSO. Dat zijn echt gebouwen die ik niet ken. GS.1 moet er zijn. GS.7. GS.3. Is allemaal dicht.
Geen enveloppen, check voor de enveloppen. Het bestaat niet, ik word gek, het bestaat gewoon niet. Wow, wow, wow. Van Rek G? Van Roeders? Ja. Nee. wij zitten nu Oudeman naar Sport. Oké, de opdrachtgever die zegt ja, het is in REC. Dus wij zeggen, Roeders? Kut! Dan is Rover. Ik ga nu proberen om Irene, degene die de vraag heeft bedacht en de opdracht heeft neergelegd, te bellen. En te zeggen dat die van ons er niet ligt, dus dat ik echt de locatie voor de volgende opdracht nodig heb. Ja, we hebben een heel snel vraagje. Wij staan nu bij C117. Alleen wij kunnen die envelop niet vinden. We denken dat die weg is gehaald ofzo. Oké, ik moet nu naar GS14. Ik heb geen idee wat dat is. G? Ja, ik zag het, ik hoorde. G? Geestes? Nou ja, oké. We hebben nu in ieder geval de laatste locatie, dus we gaan op zoek. Hallo, we zijn op zoek naar GS14. Trapje af, rechts, links, derde, links. Wat? GS. Nee, die kant. Ah, hier. Ja, 17. Oké. 17. Alle twee nog. Haha. 2-2. Ze hebben een briefje gestolen. Nee. Briefje gestolen. Ik snap het niet. Want dit zou pas de derde moeten zijn, hè? Het is de tweede. Ja, dag Rolf. Ik ben nu bij het Roetersgebouw, bij gebouw G. En ik vind hier twee briefjes met HH22. Ja. Wat heeft dat te betekenen? Dat betekent dat ik gewonnen heb, Nina. Nee. Dat meen je niet. Hoe kan dat? We waren echt al klaar toen jullie dat tegenkwamen. Nee, dus jij hebt gewoon gewonnen. Oké, doeg. Ik kan het niet geloven. Hij heeft gewonnen, niet zo'n beetje ook. En hij heeft het ook nog eens op een super nice manier laten weten. Ja, hij zit gewoon lekker op een terrasje bier te drinken, dus ik denk dat wij daar ook maar heen moeten, hè? Of dit is een hoax. Ja. Gefeliciteerd! You won! Je hebt het zo erg ingemaakt. Oh, zo hard? Echt. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik deze briefjes dacht, toen dacht ik, huh? Nou, er klopt iets niet, huh? Dus ik de opdrachtgever bellen. Ja. What's going on? Ja, sorry, ik denk dat Rolf gewonnen. En ik geloof het gewoon. Ik dacht, kan niet. En ik jou bellen. En jullie hebben het ook zo goed geacteerd. Want dan kwamen jullie natuurlijk tegen. En jullie maar doen alsof het allemaal... Nou, gefeliciteerd. Wij waren de hele tijd in de overtuiging dat jullie ook aan het vals spelen waren. En dat het laatste briefje wat wij hadden gevonden eigenlijk helemaal niet het laatste briefje was. Ik wilde ook zo graag winnen, dat het ook niet eens heel erg in me op was gekomen om dan heel erg... Ik heb nog gezegd, ik ga sowieso vals spelen. Ik dacht gewoon, go Nina, go, go, go. Kom maar tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik ga een biertje bestellen. Doe dat.